De eigenaar van een kledingzaak kwam met het idee voor de uitdeelactie. Elke klant kan morgen twee gratis kledingstukken meenemen. Om stemmen te winnen voor het leukste dorp van Groningen sloten andere ondernemers uit Tolbert zich bij de actie aan. Van half zeven tot negen dan zijn er twintig ondernemers hier uit het dorp die allemaal iets gratis doen. Dus uh, ze kunnen geknipt en geschoren, iedereen kan niet geknipt en geschoren wegkomen. Want we hebben hier vier kappers in het dorp. Als dat niet goed komt, dan weet ik het niet. Uh, een gratis softijsje, gratis eieren, gratis de beste droge worst. Nou En uh, gratis bloemen. Noem maar op, noem maar op. Te veel eigenlijk om op te noemen. De slagerij deelt een droge worst uit. Onlangs werd die worst uitgeroepen tot de beste van de provincie. Dus houdt eigenaar Lammert Moes rekening met een stormloop. We verwachten veel. We hebben 200 kilo extra gemaakt om die morgen op de vier voor de winkel uit te delen. Al die gratis lekkernijen, natuurlijk moet daar wel iets tegenover staan. De Tolberters willen dat hun dorp doorgaat naar de finale. En daarom is het de bedoeling dat klanten morgen hun stem uitbrengen op Tolbert. Dan gaan we vragen, krijgen ze gratis krentenbol? Gaan ze niet stemmen, krijgen ze geen gratis krentenbol. Tolbert is onderdeel van de gemeente Leek. Net als de huidige HLDVG koploper Zevenhuizen. Tuurlijk is er sprake van een broederstrijd. Het is een wedstrijd. En een wedstrijd wil je winnen. Ik ben een winnaar, ik wil winnen. Dus we gaan ervoor en we vechten ervoor. Hoe ver Tolbert omhoog klimt in de top 14 weten we over ruim een week. Zaterdag 23 juli wordt bekend welke dorpen zich plaatsen voor de finale.